Heeft iemand nog een leuke vraag? Ja, ik vraag me wel iets af. Nou lieve, kom maar op. Nou, vorig jaar kwamen er 2 nieuwe meisjes in de klas. Ja, het werd al heel snel duidelijk dat het ene meisje heel populair werd en het andere meisje werd echt een buitenbeentje. Ze hoorden helemaal niet bij de groep. En door de komst van die 2 meisjes veranderden alle groepjes in de klas. Gek toch? Maar wat ik me nou echt het meest afvraag is, hoe komt het nou toch dat het ene meisje wel bij de groep hoort en de andere helemaal niet? Ze leken eigenlijk best wel op elkaar. Wat denken jullie? Denk met ons verder.